Maar als ze klaar is, dan kunnen we denk ik wel eventjes naar buiten. En nog even kijken of er ijs ligt. En in één keer door, Noël. In één keer door. Mijn elektrische fiets ligt daar gewoon in. Ik heb hier al wel het touw. En dan gooien we die in het water. En dan hopelijk krijgen we de fiets beet. Daar, ja. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. En we hebben even een lekker ontbijtje gemaakt. Ik heb hier namelijk een lekker broodje met salami. Marion heeft even een koffietje voor zichzelf gemaakt. En ik heb even voor jou een lekker broodje gesmeerd. Namelijk broodje hagelslag. Heel sleek. Waar echt veel te weinig hagelslag op zit, vind ik. Nee, dat hoort zo. Marion doet zo weinig hagelslag erop dat volgens mij proef je de hagelslag amper. Ja. Ja, of ik doe gewoon te veel erop. Dat zit ook. Jij doet heel veel. Als jij je broodje optilt, dan valt er de helft al uit. Ja, daarom doe ik ook aan beide kanten boter. Dat blijft het extra goed plakken. Dat heb je niet bij mij gedaan. Nee, kijk hoe weinig erop zit. Dat is niet nodig om te blijven plakken. Maar ik vind dat wel lekker, beide kanten boter. Ik zal het onthouden, hè? Ja, we hebben in ieder geval heerlijk geslapen. En we gaan de dag gewoon chill beginnen. Want wij gaan Snowpiercer even afkijken. We zijn bij seizoen 2, aflevering 4. Elke week komt er een nieuwe aflevering. Dus nog 25 minuutjes en dan zijn we weer helemaal bij. En dan even douchen en aankleden. En vandaag komt Thijs gewoon weer terug. Hoe leuk is dat? Ik bedoel, vandaag komt Benny gewoon weer terug. Zoals jullie kunnen zien, jongetje is ook wakker. Dus ik wil bij deze even vragen. Zullen we vandaag even kijken of het ijs nog sterk genoeg is? Oh. Chillen bij 5. Chillen bij 5 weer? Wie komt? 2 uur vanmiddag. We hebben gisteren zo hard gelachen. Want we hebben gisteren dus getest of het ijs nog dik genoeg is. Nou, ik kan jullie vertellen. Ga geen poging wagen, want het ijs is niet sterk genoeg. We zijn er allebei meerdere keren doorheen gezakt. En ik heb er ook een plek aan overgehouden. Want het ijs is best pijnlijk. Ja, je hebt hier aan de linkerkant heb je wel een plekje. Ja. Oei, joh. Het is allemaal blauw hier ook. Vooral heel erg, zeg maar. Ziek, hè? Ja, echt ziek. Ja, dit is van het ijs. Ik zie je dit ook. Ja, oei, helemaal rood. Echt ziek, helemaal rood geworden van het ijs. Ja, lijf. Ja, echt. Maar we zijn strijders. Nou, ja. We kunnen tegen deze pijn. Dus, nou, maar goed. We gaan sowieso even wat leuks van maken vandaag. Weet je waar ik aan zat te denken? Dat Myron het ijs nog niet getest heeft. Dus misschien moeten we straks even op pad gaan met Myron. Ze is nu heel even in een call, maar als ze klaar is, dan kunnen we denk ik wel eventjes met Mario naar buiten. En nog even kijken of er 3 dagen nadat het heeft gevroren, of er überhaupt nog wel echt ijs ligt. Misschien is dit gewoon een verschil tussen man en vrouw inderdaad. Ja, misschien kunnen vrouwen wel over het ijs lopen. Ja. Gaan we testen. Ja, gaan we testen. Blijf kijken. Ik denk eerlijk gezegd niet dat Mario het gaat doen, maar we kunnen het altijd even voorstellen. Ga je mee? Jullie hebben net ook al iets opgenomen. Nee, toch? Jawel, anders zou je nu niet zeggen, ga je mee? Want de kijkers weten niet waar je het over hebt. Als... Ja, maar dat is spannend voor de kijkers. Ze weten ook niet waar we heen gaan. Ga je mee? Ga je mee? Ik weet hoe dat gaat. Dan staan we bij die 5 en dan zeggen ze, hij is er gisteren al geweest. Nu moet jij erop. Ze kent ons wel echt te goed, hè? Nee, maar wij denken dus dat... Dat het vandaag weer dicht is, na een nacht met 30 graden. Nee, wij denken dat jij wel kan... Nee, dat denk ik niet. Maar ga je mee chillen bij de 5? Gezellig. Chillen bij de 5, kom op. Gaan jullie wederom weer in de 5? Nou, we gaan wel even chillen, ja. Kijken nog of we meer dan chillen doen. Zullen we chillen bij de 5? Ja, chillen bij de 5 is ook al nog gewoon onder 5 staan. Ja, gewoon chillen bij de 5. Bij de fiets. Yes, Mario gaat mee. Doe je hand in het Misschien midden. Misschien als Thijs terug is dat jullie Thijs zover kunnen. Thijs komt pas vanavond 7 uur hier. Dus Thijs is er pas vanavond 7 uur, dan is het donker. Nou, dan kan je wel een lampje meenemen. Kom, nee, want we gaan geen lampje onder ze lopen. Dat is al geweest. Mario, ik word hier betast. Dus alsjeblieft, kom erbij. Kom erbij. Dat was de Jel. Wat is dat nou weer voor Jel? Jel. Oké, nou, kleed je aan. En dan... Ja, is dat warm genoeg? Je hebt een sportlegging aan. Ja. Het is buiten helemaal nog niet zo warm. 14 graden of zo. Nee joh, zo warm? 10 graden is het buiten. Nou, is goed. Dan de schoenen aan, dan gaan we naar buiten. Heb jij helemaal je thermokleding aan? Nee.
maar ik ben wel klaar. Oké, let's go. Marvin die heeft een elektrisch bord, ik heb een elektrisch bord. Noël die heeft een elektrisch fietsje. Hoppa, het enige wat niet elektrisch is, is mijn auto. Zal ik ooit nog een elektrische auto gaan rijden, denk je? Dat zou wel leuk zijn eigenlijk. Ja, vind je dat? Ik vind serieus een Tesla echt heel mooi. Ja, de Tesla Model X, dat heb ik altijd al gezegd. Dat vind ik de mooiste elektrische auto die er is. Zo groot ook, hè? Ja, gewoon lekker groot, ruim, mooi, helemaal in het wit. Super nice. Ja, wit. Ik vind zwart mooier, denk ik. Nou, wit is futuristisch. Ja. Maar zwart vind ik clean. Ja, maar ik vind dan de buitenkant hoeft niet per se wit, maar de binnenkant. Ja, met stoelen. Stoelen en zo moet helemaal wit. Dat vind ik super nice. Doei! Doei! Let's go! Woehoe! Yeah, dit is te lang geleden, mensen. Wow! Wow! Myron redt het, ik niet! Oh mijn god. Ja, deze is niet zo heel soepel ingesteld, want je kan ze met schroefjes kan je ze instellen dat je heel erg naar binnen en naar buiten kan leunen. Oké, laten we even chillen bij Vijver. Later! Met ik al fast! Hier naar links! En in één keer door, Noël! In één keer door! Let's go! Hier, daar komt mijn skateboard aan. Hey, maatje. Ja hoor, heb ik er alweer stront op zitten? Het is er niet te geloven. Oké, Myron? Ik ga er niet in hoor. Even testen. Nee. Maar het ijs kan je wel testen. Jawel. Kijk, je ziet al onze sporen nog van gisteren ook. Dat rondje daar. En het gat in de midden. Ga je erop fietsen? Ja, ik denk dat ik het wel kan testen inderdaad. Dat denk ik ook wel, ja. Doe ja, Noël is echt expert tester. Oh ja. Ongelooflijk. Hij heeft ook 5 sterren op zijn recensie. Ja. Als professioneel tester. Iedereen geeft hem 5 sterren, want Noël doet het gewoon altijd. Dus dan ga ik even hier staan, zodat ik de test op zijn best kan beoordelen. Aan de zijkant. Ja. Daarna dus meteen weer naar huis. Dat denk ik wel. Nou, let's go. Beetje snelheid erin, prima. De fiets. Kom hierheen, rollen, je moet rollen. Ja. Kom op. Je moet niet blijven liggen, je ligt veel te lang. Ademhaling. Kom. Mijn elektrische fiets ligt daar gewoon in. Ga je zelf liggen? Ja. Nee, die fiets moet eruit. Die is elektrisch. Die is kapot straks als je te lang onderuit blijft. Kom. Kan je staan, ja toch? Waar is die fiets? Verder naar achter weer. Je redde het best wel ver. Ik wil fietsen. Nou, serieus, als dit geen duimpje omhoog verdient voor Noël. Oh, wat een legend. Maar die fiets moet er wel echt uit. Die is nu al kapot, denk ik. Ja, ik ben bang van wel, ja. Hij zit zo lang onder water. Ja, dat redt hij niet. Ik weet ook niet waarom hij zo lang erin blijft. Nee, hij vindt het lekker. Zijn fiets ligt op de bodem. Ik denk dat hij een beetje daarin geschoven is. Ja, dan is hij meer daar, denk ik hoor. Daarachter. Want jij viel voorover. Maar ik zal wel een beetje opschieten. Daar aan het begin. Oké, kom eruit. Ja. Wat is er? Telefoon aan alles. Ja, maar je telefoon is waterdicht. Volgens mij. Hij is veel te... Kom op, maatje. Ja, mijn handen doen gewoon zoveel pijn. Wil je het ijs gewoon breken? Ja, mijn handen doen te pijn. Ik ben blij dat ik jouw schoenen heb. Ja, rollen. Je moet rollen. Nee. Rollen is goed over het ijs. Rollen is goed. Ja, ik rol. Hier, kom. Ik voel echt... Oh. Kom, maat. Kom, ik help jou. Thanks, man. Oh my god. Oh, kijk dit. Oh, wat een shit. Ik zit te zoeken met mijn voeten. Oh. Hoe kan die fiets nou weg zijn? Ja, dat kan niet. Het hele ijsgat heb ik onderzocht. Helemaal zo gedaan.
Ook waar de stukken waar nog ijs lag, waar ik dus niet ben geweest. Nou, ik ga serieus die magneet van mij halen. Ja, slim. Ik ga de magneet van mij halen. Let's go, we moeten jou even warm krijgen. Ja, mijn elektrische fiets, holy shit. Ja, waarom deden we dit dan? Ja. Hey, ik geef je 5 sterren. Heb je dit wel eens gedaan? Nee? Wij gaan ook samen. Gaan wij met z'n tweeën? Ja. Wij kunnen dit. Let's go. Nou, gelukkig had je net mijn schoenen aangetrokken. Ja. Dus zijn schoenen van de Zeeman voor 13 euro. Dus ik zei al tegen Noël. Het is bijna hetzelfde als Nike Air Force, maar dan wat goedkoper. Nou, heel chill dat je die aan hebt kunnen doen. Lekker douchen. Ja, meteen douchen, man. Ik zet hem voor je aan, ja. Oké, ik had verwacht dat hij er doorheen zou zakken. Maar op deze manier, dat had ik echt niet verwacht. Holy shit. Even lekkere warme douche. Zo. Je moet niet te warm, hè? Want dan ga je in één keer te heet. Je moet gewoon even rustig, eerst een beetje koud en dan langzaam warmer. Ja, de telefoon doet het nog. Echt ziek. Oké, okay, let's go. Ik zou er gewoon met je kleren en al onder springen, hoor. Want dan kan je je kleren ook even afspoelen. Oh. Wat een gekkigheid, mensen. Wat een gekkigheid. Oké, okay, als jij lekker gaat douchen, dan ga ik eventjes de magneet zoeken. Ik heb hier al wel het touw van het magneetvissen. En dat touw heb ik gebruikt voor achter de auto, voor met het snowboard. Dus het enige wat ik nu nog nodig heb, is de magneet. En dan knopen we de magneet weer even vast aan dit touw. Gooien we die in het water. En dan hopelijk krijgen we de fiets beet. Want die fiets, die elektrische fiets, is best duur. Dus wel chill als we die weer eruit krijgen. Dus dat is onze missie nu. Oké, okay, dames en heren, we staan weer bij het water / ijs. Het is een beetje een soort van slush puppy nu. Op sommige plekken dan. Ik heb hier twee gruwelijk goede magneten. Deze is echt het allerbest. Die is echt heel sterk. Dus hiermee kunnen we hem sowieso wel eruit krijgen. Maar ik maak me een beetje zorgen om de planten die erin zitten. En hier hebben we de kleine magneet. Maar ik kan jullie wel even een kleine demonstratie geven over hoe krachtig dit nou precies is. Yep. Zie je gewoon van afstand. Oejo, kijk hoe die erop valt. Ja, recht. Echt ziek. Ja, is echt super sterk. En ook deze. Ik kreeg hem er amper af. Dat is niet normaal. Zie je dat? Yep. En dat is deze kleine. Die is iets van 2 keer zo groot. Ja. Dus, ik heb handschoenen bij me. En laten we hopen dat we de fiets eruit kunnen krijgen. Ik vind het zo bijzonder dat hij helemaal zonk zo snel. Ja, ik snap niet hoe je hem niet kon voelen. Nee, echt, en ook zo, hè? Ja. Echt raar. Oké, ik ga de eerste worp doen. Nee, veel verder. Zie? Dat bedoel ik een beetje. Oh. Daar ergens. Stap, bang. Huh? Zo groot is dat gat eigenlijk niet. Nee, dat bedoel ik dus ook. Er zitten allemaal ijsgotsen tussen. Dus ik ben echt bang dat iemand er nog weer in moet om het te halen. Ja. Ja, het enige waar ik nu bang voor. Nog niet geweest. Ik ben niet bang voor het koude water, maar ik ben wel bang nu voor die planten. Want jij zegt dat die allemaal. Hier, dit ook. Brandnetel gevoel. Allemaal sneetjes. Hebben. Ja. Het is niet fijn. Oeh. Maar hij zakt nu niet zo diep. Nee, hebben jullie geen opblaasbaar iets? Een kano of zo, uit de schuur. Dat is best wel goed eigenlijk. Ja, het gewoon op het ijs. Ja, dat kan wel. Gaan we in de kano erop. Ja, en dan met die spatels alles kapot maken. Ja. Dat moet wel echt een avontuur dan. Ja, dat is ook wel een goeie wat je nu doet. Oh, het leek alsof die vast kwam, maar dat is niet zo, hè? Kijk, er zitten ook heel veel planten. Kijk wat ik nu heb. Ja, en Noël zegt dat het brandnetels zijn. Maar dat is het niet. Maar misschien kan je er wel allergisch voor zijn of zo. Ja, blijkbaar. Maar je kan ook door kou brandwonden of iets dergelijks krijgen, dus. Dat is het volgens mij, hoor. Nou, je hebt in ieder geval gezien hoe sterk die magneet is. Je gaat sowieso vasthaken aan die fiets als die daar ergens ligt. Ja, sowieso. En ook als die 30 centimeter ervan af ligt, denk ik. Maar ja, het kan bijna niet zijn dat het brandnetels zijn, want Damien was er ook in gegaan. Iets ja, van, die voelde ook niks. Die voelde ook niet dat het, maar ja. Ik heb het koud, hoor. Ik heb ook de hele tijd zo. Je hebt er ook wel lang in gestaan. Ja. Daar, ja. Mooi, dat is goed. Gooi hem eens nog verder naar achter inderdaad. Gewoon echt op dat ijs daar, zodat we dat een beetje kapot maken. Je kunt hem er ook in gooien en dan daarheen lopen. Ja? Ja, ik heb hem. Ja, je hebt hem. Ik zag die band. Ik zag die band. Ja. Let's go. Let's go, man.
mensen. Let's go! Oké, zie je hoe sterk die magneet is? Ja, maar nu moet hij nog over het ijs of door het ijs getrokken worden. Ja, maar wat we nu dus kunnen doen, en dat is de tactiek van magneetvissen, dat heb ik wel geleerd, is dat als we deze op een goede spot erop hebben geklikt, kunnen we daarna die er ook op doen. Ja. En dan heb je twee magneten en dan kan je hem wel eruit trekken. Ja, en anders, nu we weten waar die is, dan zou ik erin gaan als het niet lukt. Dat beloof ik bij deze. Het lukt niet. Nee. Het is echt een goed. Ja. Kijk dan. Ja, je moet met deze moet je nu hier het kapot gooien. Ja, dat is wel goed, ja. Kapot slaan zo, ja. Oeh. Ah, oké. Okay. Dat is wel mooi. Juist. Gast. Als dit werkt. Wat? Wat hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Ja, hij staat gewoon rechtop erin. Nee, hij is gewoon sterk. Eigenlijk ergens een steen of zo. Ja, dat zal ik dus ook aan het denken. Trekken, jongen. Bijna mijn handen. Oh, laat mij dan. Ga jij filmen, ja, dan doe ik het wel. Ik film wel. Ik heb bijna mijn handen, joh. Row, row, row the boat. Ja, lekker. Kijk, dit gaat sneller. Hoppa. Hij moet wel gestrekt zijn. Ja. Trok ze zichzelf erin. Hé, hey, dit is... Oh. Zo. Hallo, jongen. Nou. Hé. Hey. Oh, hij heeft hem. Oei, je vast aan die vriend. Ja. Nou, teamwork. Komt er zo meteen alleen de band omhoog. De rest van de frame ligt er nog. Juist. Let's go. Yes. Lekker af. We hebben hem. Let's go. Ja, de accu doet het niet meer, denk ik. Ik ben ook bang van niet, nee. Maar we hebben hem. Okay. Oh, joh, kijk dit. Oh, een waterlamp. Hij is helemaal gevuld met water. Ja, we moeten hem even laten uitlekken. Nee, joh, deze doet het sowieso niet meer. Nee, hier kijk, zit hier ook al water in. Hier zit ook allemaal water in. Nee, maar als het goed is, misschien als die accu eraf gaat, kunnen we een nieuwe accu erop klikken. Maar dan moet alle bekabeling ook anders, hè? Oh, even wat water eruit laten. Nee, moet je kijken. Hij zit er omheen. Nee. Oh. Moet je nagaan hoe sterk die is. Hij zit helemaal niet omheen. Zie je dat? Kijk dan, hij zat gewoon hier aan. En ook aan de achterkant van die magneet. Ja, moet je nagaan hoe sterk die magneet is, hè? Bizar. Ja, deze moeten we niet meer aan de elektriciteit doen, hoor. Ik denk even op de kop. Wat een spektakel hier. Ja, hè? Ja. Die heb je zeker met een metaaldetector uit het water gevist. Ja, met een magneet. Dat is wel een mooi ding. Ja, vind ik ook. Vraag me af van wie die is geweest. Van jou. Misschien wel. Wat in één keer, ja. Wat in één keer regenen. Nou, we hebben hem eruit, dus we kunnen naar huis. Ik kan op internet zetten, verkopen. Moet je wel het hele verhaal erbij vertellen. Wilt u een bod doen? Nee, maar ik moet zeggen, als ik 17 was. Nou, fijne dag. Succes met je motortje. Ja, dankjewel. Altijd gezellig. Nou, het regent niet hard of zo. Maar jeetje, dit was wel vet, hoor. Dat was een avontuurtje. Ik heb magneetvissen gemist. Alleen weet je wat het ding is met magneetvissen? Als het goed is, mag het niet meer. Als je het doet, is het dus volgens mij illegaal. Dat is het jammer. Anders had ik gezegd van, Marvin, Noël, we gaan in de auto. We gaan naar Amsterdam. En dan gooien we de magneet erin. Maar als het goed is, mag dat niet meer. Omdat er te veel wapens werden gevonden, te veel messen, andere gekke objecten. En daar hebben ze het afgeschaft. Er werden heel veel bommen gevonden van de oorlog van vroeger. Er werden wapens gevonden. Ik heb zelf ook een wapen gevonden. Een heel ouderwets wapen van vroeger. Dus dat was ook sowieso mijn ziekste vondst die ik heb gehad. Wapen van vroeger, van de oorlog. Echt niet normaal. Heel bijzonder. Maar goed, voor magneetvissen moeten we het hierbij laten. En ik denk... Fietsen. Kan er wel gewoon normaal mee fietsen, alleen de elektriciteit is eraf. Nou, die is op. Wie gaat fietsen? Nou, Noël, je bent wel een legend, hoor. Thanks, love. Gelukkig ben je nu helemaal warm. Oh, ja, zeker. Holy moly. En minder last van mijn handen, inderdaad. Gelukkig. Wat een avontuur, hè. Jeetje. Jouw hoofd ook duurde heel veel. Ja, maar ik kon echt niet praten. Wist jullie nog voor de eerste keer toen ik bij jullie was? Ja, toen je ging zwemmen. Ja, bij Milan. Het ja, was ook zo koud. Ja. Ik kan dan gewoon niet praten. Nee, jij... Stijging. Ja, let's go to home. We kunnen daar misschien even wat eten halen. Warme chocolade met slagroom. Hey. Let's go. Ga jij fietsen? Wat zijn jullie aan het doen? Kinderen besturen. Kijk wat hier gebeurt, hè. Er zijn serieus kinderen op onze bestuurbare bord. Oh.
Wie bestuurde die? Dit is echt te mooi. We zijn serieus eventjes hier poffertjes aan het halen op de poffer. En die kinderen die zagen in één keer die elektrische skateboards heen en weer gaan. Hoi, yo, hoi, yo. En die dachten in één keer van, huh? Wie doet het, denk je? Ja. Eén, ja, we doen het nu tegelijk, ja. 3, 2, 1. Dus nu zijn Marvin en Noël allebei een kind aan het besturen. Ga niet meer. Oh, dit is zo mooi, dit is geniaal. Onder het genot van, oh, wie bestuurt dat kind? In de tussentijd zijn jullie poffertjes ook waar. Oh, super. Kijk, heerlijke poffertjes. Oh, dit wordt geniet hoor. Nou, laat de kinderen nog maar even vallen. Onder het genot van een poffertje. Ik vind het mooi hoor. Oké, ik heb even lekker gedoucht, even opgefrist. En Noël die is aan het streamen. En ik ga hem even laten schrikken. Want wie kan je het beste laten schrikken hier in huis? Noël. Check trouwens hoe blauw mijn haar is. Dat is niet normaal. Af en toe gebruik ik nog zilver shampoo. En dat is wel echt hele goede zilver. Shampoo. En dit is zo'n potje wat Marvin erin heeft gesmeerd. En Marvin, kom er eens bij als je wil. Ja, het is donker, het is in de avond, dus ik heb niet zo heel goed licht, behalve deze ring dan. Dat is een beetje zeer. Maar wat voor potje heb je ook weer in mijn haar gesmeerd? Want het was semi-permanent, dus het zou er uiteindelijk uitgaan. Maar tot nu toe zit het er nog aardig goed in. Ja, dat was semi-permanent blauwe verf. En het merk was... Ik hoef je niet te zeggen, maar gewoon even vertellen dat het er niet zo lang in zou zitten. Jawel, het zou er wel zo lang in zitten. Echt? Het zou er toch... Na 2-3 maanden uitgaan. Ja, maar het is nog niet 2-3 maanden geleden. Nee, maar het blijft er gewoon in zitten totdat het is uitgegroeid. Nee, het wordt wel lichter. Nee, joh. Wel kijk even op die camera, joh. Ja, maar je check eerst, even. Het was eerst donkerblauw, liefschat. Het is nu al wat lichter weer. Het wordt wel echt lichter, hoor. Maar ik vind het wel nice. Mijn haar die wordt helemaal lang. Ook aan de zijkant en zo. Maar jullie vinden het niet zo heel chill, volgens mij. Maakt mij niet uit. Alsof ik daar moeilijk over doe. Alsof ik daar moeilijk over doe. Nee, jij doet er nooit zo moeilijk over. Nee, ik vind het juist wel lekker zo met kriebelen zo. Dat vind jij ook lekker. Ja, lekker. Zo, ja, gaat ze lekker kriebelen in mijn haar. Dat komt ook omdat je van die mooie lange nagels hebt. Ja, daar kan ik zo mee krabben en zo. Ja, oh, dat is zo bij lekker. Bij Marlina, als ik zo over zijn hoofdje zo doe, dan gaat hij ook helemaal zo. Ja, klopt. Oké, cool. Ik ga even naar Noël toe, ga ik hem even laten schrikken. Oké, let's go. Daar gaan we. Ik doe eerst even mijn camera weg, want hij gaat sowieso iets verwachten. Achter je heb je de kolen en je hebt nog dat gebouw. Ik wil geld van jouw airstrike kopen ofzo. Ja, maar gewoon liggen. Hey. Zelfs Thijs schrok. Ja, schrok je ook? Bro, ik schrok wat? Kapot. Zo, maar als je schrikt, dan ben je wel echt goed. Thijsie! 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 Hey, maar wie zie ik daar zitten? Benny! Een Benny jongetje. We gaan deze switch niet gooien. Een Benny jongen. We gaan deze switch niet gooien. Hey. Mooie Benny. Jij hey. Kom eens hier, Benny. We gaan die switch niet gooien. Die is door het ijs gezakt met een motorfiets. Niet in. En we hebben natuurlijk Flix hier ook weer. Ons maatje. Hè? Mwah. Grote rakker. Kom op, Noël. Wel winnen, maatje. Let's go. Let's go. A few moments later. Hey, we hebben net een potje gegooid. 5 kills, ik 8. Ja, serieus? Winnetje. Ja. Lekker man. Wow, we hebben heel veel geld. Zal ik er 3 kopen? Ik koop er 3 aan. Dat was nummer 2. Maar volgens mij schrikken jullie automatisch ook, of niet? Iedereen schrikt gewoon. Mooi, joh, die was goed. Doe je in. Hey, jongetje. Eén down, één down. Lekker, man. Misschien moeten we een loadout kopen. Ben down, ben down. Zie wat er waaien of niet? Thijs die gebruikt allemaal van die Call of Duty termen. Team wipe, tag, tag. There, 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 there. Later. Dat is een knol doel. Ik ben dood, help mij. Ik moet noord, 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 noord. Dus heb ik ook.
Ja, omdat ik die UV. Wow, hij is daar rechts. Hij is daar rechts. Ik ben hier aan het volgen. Kom op, maatje, hey. Pak hem. Ai, ai, ai. Ik probeer te focussen. Oké, dames en heren, dat was voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik ga nu ook lekker slapen. Het is 10:50 in de nacht, dus het is al redelijk laat geworden. En het is maar goed dat ik ga slapen, want morgen vroeg opstaan. Dus hopelijk zijn jullie dan weer bij. Ik zou zeggen, dan zie ik jullie om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.